En hier is dan weer Corgalis waar de VPRO haar kont mee doet. En voordeel. Voordeel? Wat is dat? Om nu even het gat op te vullen tussen 5 en 6 uur. Nee, dat zo. Doe ik. Kor, rot op met je gat. Wat nou gat? Maar het is nog altijd mijn gat, meneer Plafond. Nou ja, ga iemand anders uw gat opdringen. Ja, dat kan iedereen wel zeggen. Dat is waar, maar wat dan nog? Het is nu eerst even een brokje muziek in uw keel. Geperst. Gepompt. Luisteraars. Geplet. Gestampt. Geraspt. Geloeid. Geschaafd. Gestoomd. Gerot. Geramd. Gerot. Gedipperd. Gefilterd. Geschilferd. Gedoemd. Gedumpt. Gezalfd. Gepeperd. Doctor, you didn't love me true. I told the witch doctor you didn't love me nice. And then the witch doctor he gave me this advice. He said that ooh ee ooh ah ah ting tang wa la bang bang. Ooh ee ooh ah ah ting tang wa la bang bang. Ooh ee ooh ah ah ting tang wa la bang bang. Ooh ee ooh ah ah ting tang wa la bang bang. You've been keeping love from me just like you were a miser, and I'll admit I wasn't very smart. So I went out and found myself a guy that's so much wiser, and he taught me the way to win your heart. My friend, the witch doctor, he taught me what to say. My friend, the witch doctor, he taught me what to do. I know that you'll be mine when I say this to you, baby. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bang-bang. Come on and ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Gefilterd. Gedoemd. Met een hoekje. Gekakt met slotje. Gebond met room. Getruffeld met slot. Gesponst met 2 driehoeken. 3 tweehoeken. Hoe heet zo'n 6-hoek ook weer Latijn? Parallelepipedum. Ja. Oh, ik dacht getrapt met een trapezium. Geknipt. Getript. Getrapt. Getroept. En, luisteraars, een puddingtje toe. Pap. Wat? Pap toe. Lekker. Moet je horen, weet je dat ik een gelijkbenige driehoeksverhouding heb? Oh, interessant. Ja, daar had ik nog gesprek over met de tepelhof nu. Al hier? Al daar. Even in gesprek verzeild geraakt met Cor Galis. En nu is Ron Flonflon begonnen. Je luisterde, als alles goed gegaan is, ondertussen naar David Seville. Die het nummer The Witch Doctor zong. In ons land beter bekend als Oei, Oeaa, Ting Tang, Walle Walle Bing Bang. En door wie ook weer gezongen? Ik weet het niet meer. Het is een nummer uit 1958. Maar... En het is vandaag alweer 906 oktober 1984, 711 april 1985, 396 februari 1986 en 1 april 1987. Hartelijk welkom aan uw radiotoestel. Goed, hè? Meteen maar een nieuwe plaat, Broekema. Meteen aansluit op de nieuwe plaat. Als ik zo doe. Ronflonflon met Jacques Plafond. Dankjewel, Anneke. Vanmiddag met onder meer en onder andere... Nieuwe platen vliegen om mijn oren. Nieuwe platen vliegen om mijn oren. Nieuwe platen vliegen om mijn oren. Ja, wat voor nieuwe platen is nu weer om mijn oren gevlogen? Wel, dat is... Enita. Een zekere Nita. En ik heb mij laten vertellen dat het een ex-Dolly Dot is die voor zichzelf begonnen is nadat zij een kindje had gekregen. Ja, dankjewel Anneke. En het nummer heet Don't Treat Me Like This. En wij geven Anita een kansje. Dit nummer is geproduceerd bij Richard Dubois, Peter van Asten en Elliot Wolf. Gearrangeerd bij Elliot Wolf. Gemixt bij Richard Dubois. Rutger, Rudy, Kroeze,
at Fortune Studios. Don't treat me like this. Anita. En we moeten voor zichzelf spreken, die waren luisteraars. Ze zitten nou toch allemaal raar opgevonden. Een soort kruising tussen Blomberg en Spits achter knassen. Nee, knassen. Nee. Maakt een licht overgeproduceerde indruk. En Anita's stem is een beetje afgekneld, heb ik het gevoel, door die machinerie van geluiden zoals die zijn opgevezeld uit diverse apparatuur. Precies. Breduval, wat hier is. Jaap Nasterhuis. Jaap Nasterhuis heeft eigenhandig de pick-up naald opgetild. En hier is hij dan. Jaap Nasterhuis! Breduval, onze filmrubriek met vanmiddag onder andere... Ga zitten, Jaap. Sorry. Jaap, luisteraars, is gekleed in een visgraatmotievige winterjas. Waarom is dat, Jaap? Want nog knap koud ook buiten. En dan het toch, is nog knap koud, zeker wanneer geen onderbroek en vorige week kledij. In Tilburg moesten we Jaap al van noden missen. Mag ik even, Jaap? Missen. Want toen was want Jaap toen in het Toon Hermans ziekenhuis al waar hij weer gecureerd Dronten, werd aan Drenthe, de ziekte Gentgold. Van Kreezing. Dan ziekte van Kreezinger en dan toen daar opgenomen en dan in bed kluisterd en ook tonnen en laken gebonden worden. Fijn. Wegens ontdekt eigen dwaallicht te zijn. Jaap, en dan, natuurlijk wat wij allemaal van, graag... ziekte van Kreezinger en ook kregen. Sorry. Jaap. En dan nu ontdekt door arts Nee, ik wil even vragen, wij zitten natuurlijk allemaal te wachten, luisteraars, op Jaaps reactie op het winnen van Den Oscar door Fons. Aanslag. Fonds. Noodfonds. Want ontdekt dat Kreezinger ziekte omgekeerd en ook evenredig ligt aan den AIDS. Want alleen over wat? En genezen raakt met juist wel neuken en, en ook promiscué zijn dan. En dan beter aan den bil en juist veel, maar dan jonge meisjes en veel neuken en dan niet ziekte Kreezinger en omgekeerd AIDS. Raken. Ja, maar Jaap, dus met kleine verpleegsters en dan nu weer ontslagen uit Toon Zermen. Jaap, ik wil graag nu graag jouw officiële reactie. Vrouwelijk en ook Jaap Grut. Knasterhuis, reactie en op het door het Nederland binnenslepen van een echte Oscar. Oscar Jaap. Fonds. Naar boek van Harry Harry Mulisch en Fonds. Lijkt me leuk om erover te bellen. Straks. Bellen straks. Ja, maar nu even, wat is uw platenkeus dan? Dus de filmtip is de aanslag? En filmtip terug naar, want ook binnenkort, nieuwe Oscar, Oestgeest. Van, dit is de filmtip. Oh, de nieuwe film van Jan Wolken. Vincent van Gogh, 42 miljoen. Theo van Gogh gefilmd. Dan een film terug naar 72 miljoen. Miljoen ook. Film 1,3 miljoen gekost en daartoe gemaakt naar boek van Jan Wolkers, den nieuwe winnaar. Je bedoelt de nieuwe film van Theo van Gogh. En, next we zijn week in terug naar Oegsgeest. Next dat is week, de filmtip. Première en gemist door Hollywood. Aanstaande zaterdag, première. Maar dan toch in Amsterdam wel in gezien. In Amsterdam, de nieuwe film van Theo van Gogh. Gevoelig. Mag ik dan nu de platenkeus? Merkwaardig. Ik ben een beetje vervelen, Jaap. Sorry. Oh, sorry. Ja, wel, platenkeus. Een nieuwe LP dan toch uit. Met oude nummers. Ik heb daar een memo over gekregen. Luisteraars, als ik even, want Jaap is een beetje rommelig. Wel, vraag nu, kan een nieuwe plaat met oude nummers? Of is het oude plaat wel... Een nieuwe verzamel-LP, die is nog niet in Nederland verkrijgbaar. Professor Longhair met nummer... Bij elkaar gepakt met oude platen van professor Longhair. En het nummer partner voor Jaap ziekte voor van Kreezinger. Wat Jaap heeft in het kader van de platenkeuze van Jaap Nasterhuis. Mag ik even de jingle van... Jaap Nasterhuis, platenkeus. Boom. Knasterhuis. Boom. Platenkeus. Boom. Knasterhuis. Sorry. Platenkeus. En wat is de platenkeuze van Jaap Knasterhuis? Wel? Ja. Junko partner...
professor Dr. Longhair. Ja, doe in godsnaam die jas hier even uit. Want het is sorry. Echt, ik krijg het er plaatsvervangend warm van. Junko, partner voor deze ziekte. Wel, dan nu. Gaan. Ik ga even met Harry Moelis bellen ondertussen. Kan, niet bellen, luisteren naar muziek. Niet bellen. Sorry, maar ja, bellen. Ja, ik wou graag dat jij ook nog iets vroeg aan Moelis. Maar laten we even naar die plaat luisteren dan. Waarom vraag je hem anders aan? Niet bellen. Nou, niet zo beledigd. Oh, dan trekt hij hier zijn jas uit. Dan gaat hij naar buiten dus in de kou. Laat hij hier zijn... Terwijl de uitdrukking toch is van... Doe je jas binnenuit, anders heb je er buiten niks meer aan. Party New Orleans style. De Lost Sessions 1971-72 bijeengebracht op deze nieuwe LP. En wij luisteren nu naar Junko Partner. Zal ik zelf wel. Oh nee. Ik heb het geheime nummer van Harry Moelis. Ja. Oh, Broekema, heel goed. Ik krijg het ook niet hoor. Niet kijken als ik draai. Niet. Zie je, dan wil hij er meteen weer eens een boekje over schrijven. Harry. Ja, nee. Begin zo even die plaat van Long. Wacht nou, even zeg dat nou nog niet allemaal. Oh, wat? Oh. Hallo, met Harry Moelis. Jazeker. Hallo, met Jacques Plafond. Ach, goed. Alweer, ja. Ik heb jou laatst ook al een telefoon gehad in verband met jouw boek De Pupil, wat na ons telefoongesprek schrikbarend goed is verkocht. Ja. Maar dit even terzijde, want ik wou nu graag even jouw reactie vernemen op de Oscar, zoals die gewonnen is naar aanleiding van jouw boek door Fons Rademakers. En hij heeft jouw naam helemaal niet genoemd in zijn dankwoord. Ja, ondank is wereldsloon, hè? Maar uw reactie graag even. Ondank is wereldsloon, is dat... Ondank is wereldsloon wat betreft dat mijn naam niet genoemd is. Wat het feit dat die film, die naar een prachtige boek voor mij gemaakt is, bekroond is... Ja, wie heeft het scenario eigenlijk geschreven? Dat was Soeteman. Soeteman. Ja. En dat schijnt de beste te zijn in Nederland, maar ik heb daar niet zoveel verstand van. Ja, in het land van... Blinden. Ja. Nou ja, kijk, maar hij heeft alle dialogen nauwkeurig gevolgd zoals die ook in mijn boek staan, dus ik kan alleen maar tevreden zijn. Ja, nou... kijk, het gaat hier om... Je was in het Marriott Hotel voor een feestelijke bijeenkomst. En daar heb ik wel iets van gezien met jouw prachtige vrouw Sjoertje. Mm-hmm. Als ik het zo even mag samenvatten. En dat zag er nog een feest uit. Je leek mij toch enigszins pijnlijk getroffen, als ik dat zo mag interpreteren. En ik, naar verluid is een van je reacties geweest. Maar het boek is toch beter en een boek blijft altijd bestaan. En een film, dat is eigenlijk toch maar film. Nou ja, dat vind ik ook. Ja, film blijft maar film. En op een dag is die film weg. En dat boek ligt er dan nog steeds. En dat zal dan, ja, hoop ik, nog steeds gelezen worden. Dat zo denk ik over de verhouding tussen film en literatuur, ja. Maar is dus de indruk die er bestaat dat you helemaal niet zo ingenomen bent met die Oscar? Your marktwaarde is wel weer daardoor gestegen. Nou, maar dat is dus ook niet
waar, maar ik probeer me altijd al door een afstand te maken tussen die film en mij. Ik zeg altijd, dat is de film van Fons Rademakers. En ik wil daar op geen enkele manier... Oh, dus dan kan je ook niet zeggen, ondanks is werelds loon? Nee, dat is een film is van... ik wil niet, nee, dat is waar. Maar dat was ook omdat je... Maar denkt u dan niet, laat die zoete man zelf een verhaal verzinnen en niet mijn verhaal oppikken? Ja. Of dat u, als u film ook leuk vindt, zelf een scenario schrijver uitnodigt en een regisseur aanwijst? Nou, eigenlijk moet natuurlijk de regisseur zelf zijn scenario bedenken. Ik doe met de echte hele grote filmers, zoals Fellini en Bergman. Dus Fons Rademakers is in uw ogen geen grote filmer? Dat zeg ik niet. Uit uw woord. U hebt het niet rechtstreeks zo gezegd, maar ik meende dit toch te mogen afleiden uit... Ik zeg de allergrootste filmers, laat ik het dan zo zeggen. Schrijvers heb je ook goede en hele goede. En u bent een goede schrijver, neem ik aan? Ja, ik ben misschien wel een hele goede. Ja. Maar ik zeg de hele goede filmers, zoals Fellini of Bergman of... En wie gaat de pupil verfilmen? Of Buñuel, die schrijven zelf ook in films. Ja, ik wou eigenlijk een beetje van afstappen nu. Okay, maar wie gaat de pupil verfilmen? Nog niet zo ook weer Fons Rademakers? Nee, ik heb met een scenario daar... van nee. Zoeterman? Nou, ik weet niet of het boekje zich daarvoor leent. Maar ik heb daar nog niet over gehoord. Dat iemand dat wil. Fijn. Luisteraars, wij spraken met Harry Mulisch. Hartelijk dank in het kader van Oscar. Met je dienst. Hartelijk dank voor al deze wijze woorden. Harry Mulisch. Dit is het verhaal van Oscar Mopperkont. Het is een hele aardige jongen, maar dat weet hij zelf niet. Eerst wisten wij het ook niet, maar dat komt omdat hij zich altijd verschuilt. Ja, hij kruipt altijd weg. En weet je waar hij het liefste zit? In een vuilnisbak. Ja, je hoort het goed. Een vuilnisbak. Nu zal je wel zeggen, wie gaat er nou in een vuilnisbak zitten? Nou, dat is Oscar. Oscar Mopperkont. En daar gaat het niet over. Ja, we gaan luisteren, luisteraars. Oscar, naar Bert en Ernie Oscar, met de ballade van Oscar Mopperkont. From the album Maak er wat van. Zeg Oscar, Bert en Ernie. Heus, je hebt niet altijd pech. Oscar, hé hey Oscar, al ben je anders dan wij. Oscar, hé hey Oscar, jij hoort er ook bij. Oscar is een vreemde jongen en hij praat ook een beetje raar. Hij draagt ook gekke kleren en moet je kijken naar zijn haar. Oh, wat hebben wij gelachen de eerste dag dat hij hier kwam. Hij schrok meteen toen hij dat zag en hij wou niet eens mijn boterham. Oscar, oh Oscar, waarom kruip je nou toch weg? Oscar, zeg Oscar, heus je hebt niet altijd pech. Oscar, hey Oscar, al ben je anders dan wij. Oscar, hey Oscar, jij hoort er ook bij. We zien hem wel eens ergens lopen, maar dan gaat hij altijd weg. Ik wou een ijsje voor hem kopen, maar hij kroop achter de heg. We willen best een vriendje worden, waarom gaat hij er steeds vandoor? Hij vindt het erg dat hij niet goed kan lezen, nou dan lees ik hem toch voor. Oscar, oh Oscar, waarom kruip je nou toch weg? Oscar, zeg Oscar, dus je hebt niet altijd pech. Oscar, hé Oscar, al ben je anders dan wij. Oscar, hé Oscar, je hoort er ook bij. Hé, moet je kijken, daar is Oscar. Weg! Oh ja, doe het raam open, doe het raam open en roep hem. Oscar, Oscar. Oscar, hij komt. Doe gauw de deur open, Annie. En dan maak ik een boter met pindakaas. Ja, dan wordt Oscar geroepen, luisteraars. En wie komt daar aandraven? Oscar. Harry. Harris. Oscar. Daar komt hij. Dit allemaal in het kader van het door Nederland binnenslepen van de Amerikaanse Oscar. Oscar Harris. En dit is ook dan weer een loftrompet aan het adres van... Harry Mulisch, Oscar Harry. Is, ja. Clap hands, oh baby, till mama comes. Mama gon' bring sugar. Clap hands.
Fans for Baby. En dat is dan weer Fons Rademakers uit de Nederlandse genomen. Want eigenlijk heeft Fons Rademakers toch wel een baby gezicht. Vindt u niet? She would sing, oh, clap hands for baby. Dit was Oscar Harris, want ik krijg nu een beetje genoeg van het Oscar gepraat. Wilhelmina Kutje. Hoi Jacques, daar ben ik dan. Goed zo, Wilhelmina, begin maar meteen met zo'n gedicht. Des te sneller zijn we daar ook weer vanaf. Jacques! Ik ben het. You bent het. Wat nou het? Ja. Doe nou weer alsjeblieft het. Zeg, Sjaak, heb jij soms stront in je ogen? Ja. Nee, en ook niet in mijn reet, want ik heb vlak voor de uitzending nog een mooie gave drol uit mijn daartoe bestemde opening laten glijden. Heb je dat ook wel eens, luisteraars, dat het zo lekker gaat, dat de zogeheten drol er zo keurig gesmeerd uitschuift? Nou, eigenlijk hoort het ook zo, want als het zo plakkerig wordt... Zeg, Sjaken, als je daarover goed gaat, uitgepraat dan bent, heb je ook zal geen ik dan wc-papier eigenlijk de nodig. Luisteraars dat is degeneratie. Uit de doeken doen hoe wat? Heerlijk vanmorgen ik tegen een boom heb staan plassen. Nou ja, Jan. Jan. Dat is het leuke van radio. Ja, luisteraars, hè? Als je ergens vol van bent, dan kan je daar den volke uitgebreid kont van doen. Nou, onderweg van Veghel naar Tilburg. Tilburg! Praat me niet meer van Tilburg. Wat moest je nou vanmorgen nou weer? Nou, daar heeft hij mij opgepikt. Ja, dat is waar. Ik draai Tilburg uit. Zie ik Jacquelientje staan liften. Hé, Jacquelientje! Ja! Jacquelientje, jij bent er, ja! Nou, ja, nee, dat had ik wel gezien, maar ik dacht, nee. Ik kwam omdat die kwam, omdat de jingle van Wilhelmina kwam. Ja, hallo. Het ziet er heel anders uit, daarom hoef je ook niet nou zo te doen. Kan ik nou mijn verhaal afmaken of niet? Wil je het echt graag? Of zou ik wat gaan zingen? Ja, nee, kijk, vorige week waren we toch met Ron Flonflon in Tilburg. Oh ja? Hey, wat? Ja, nou, daar kwam ik toch ook nog even langs wippen. En toen was er ineens geen tijd meer voor mij. Dat ik ook nog wat zou zingen dan. Maar daar ben ik dus zo'n heerlijk geil Tilburgs jongetje tegen het lijf gelopen. Heerlijk ja, gewoon. Wat doen we nou eigenlijk? Ja, laten we het daar eens over hebben. Eerlijk gezegd, Jan, zit ik op Wilhelmina te wachten. Nou, dus ben ik een week in Tilburg blijven hangen of plakken of zoiets. Nou, het is eigenlijk mijn langste relatie tot dusver. Leuk, hè? Nou, als Joe op Wilhelmina zit te wachten... Nou, ik zit helemaal niet op Wilhelmina te wachten, hoor. Dan kan Joe dus nog lang wachten, want die komt dus niet. Huh? Dus ik dacht, ik neem Jacqueline dus gezellig mee. Leuk. Ja, hè? Hé, Sjaak. Elke keer als ik Joe zie, hè, dan... Dan wat? Nou, dan denk ik... Waarom hol ik toch altijd achter al die domme, opgewonden jongetjes aan? Waarom trouw ik nou niet gewoon met Joe en nemen we leuk 6 kinderen? Waarom precies 6? Nou, 7 kan ook hoor, zit ik niet mee. Ik had dus mijn saxofoon in die Tilburgse schouwburg laten liggen. Ja, vertel het eens. En omdat ik dus vanmorgen in Veghel was, omdat ik daar mijn klarinet had laten liggen... Oh ja, dat is waar ook, luisteraars. Jan speelt behalve van alles en nog wat ook nog klarinet. Nou, dat was dus een snabbel voor een kleine bloemenfabriek al daar. Heb ik dus Petit Fleur gespeeld, weet je wel? Nou, Sjaak, zo praat je niet over een collega. Nou, over nee, Willy. Ik bedoel, een klap ik voor bedoel, ons, dat ze dus niet komt. Dat is een klap voor ons, een overdrachtelijke klap. Ik bedoel, ja, maar het blijft toch onze pardon. Wilhelmina. Aanstelster. Of kan ze ons nou horen soms? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Nee hoor, nee, want toevallig weet ik dat ze in het geheim aan het oefenen is. Ze is niet ingestort. Ze is in het geheim aan het oefenen voor 6 mei. 6 mei? Dan komt Ron Flonflon uit Rotjeknor, luisteraars. Had je me wel eens mogen zeggen, 6 mei? Hé, volgens mij wil Wilhelmina afhaken. Nou, dat doet ze dan maar met pannenlappen. Pannenlappen? Hè? Afhaken. Ja. Nou, dat ben ik ga zingen, hoor. Kan het even, Sjaak? Kan het nu even? Wat? Oh ja, nee, kijk... Nee, Wilhelmina is dus helemaal niet ingestort. Ze is gewoon even naar weer zo'n beauty farm... Om over haar leven na te denken. En dat, ik bel er straks wel even op. Hé, hey, dan doen, dat... doen wij ondertussen maak even maak je nou maar geen zorgen over... Hè? Lekker Jannemannetje Vos van me. Dat is goed. Nu? Nu! Oh.
zo'n beetje op mijn krentje. Toen ontmoette ik een hele ventje. Ik dacht, weet je wat, wat zit ik op mijn gat? Geef ik om mijn leven soms geen centje. Dat jongetje had wat bij me losgemaakt. Ik was op slag in vervoering geraakt. Mijn leven nam meteen een andere wending. Ik dacht, ik ga gewoon in de zending. Maar niet heus, ja mijn neus. Ik had gewoon geen andere keus. Ik liep me door en medeslepen tot ik kwam te vallen. Oh. Tot vorige week nog heb ik daar uitvoerig over staan lallen. Zo zijn er altijd weer dingen waarover je lekker kan zingen. Maar nu ga ik een potje swingen. Want wat ik nu voel, dat is zo'n heleboel. Er zijn gewoon geen woorden voor. Ik ontmoet het een het andere leuke ventje. En ik denk steeds, weet je wat, ik heb een mooie gat. En het leven is een fluitje van een centje. Zo ben ik helemaal op drift geraakt. En heb ik al het een en ander meegemaakt. Oh, er is nog zoveel aan te pakken. Dus laat ik de moed nooit meer zakken. Ga je mee? Ik heb zo'n idee. Dat jij ook liever ja zegt dan nee. Zo, leuk ging het wel. Ja, zeg Sjaak, Jacqueline en ik gaan nu weg hoor. Tot de volgende week. Dag Sjaak. Dag. Jan. Je tip nog. Oh ja, Jan. Doe ik de volgende week wel een dubbele? Ja. Nee, Jan en ik gaan naar zijtaart. Doei. Jan komt, ja. Oh ja, klote plaats. De eierstokkencassette. Oh god, ja, de eierstokkencassette. Daar hebben we wat mee losgemaakt, luisteraars. Leg eens even uit, Anneke. De eierstokkencassette. Welke door Joe ingezonden cassette van eigen makelij is er nu weer uitverkoren? Om door de rol flon flon, jury bekroond te worden. Zend ook eens een zelfgemaakte cassette ja, in. Ja, Anneke, dat weten we nou wel. Zeg dat dan niet, we krijgen steeds... ook wel gebombardeerd tot eierstokkencassette. En wie weet wordt het dan misschien ook wel weer eens een onvervalste klotenplaat van Emiel. Ja. De eierstokkencassette. Nou, luisteraars. Vorige week in Tilburg... Toen zou ik bekendmaken welke van de tot dusver ingezonden door Joe gemaakte cassettes zou worden uitgekozen om bekroond te worden tot eierstokkencassette. Maar toen, als je toen geluisterd hebt en waarom ook niet, toen had dus Broekema de postzak vol met cassettes in de trein laten liggen. Inmiddels is daar een spoor van teruggevonden en nu is het zo dat wij volgende week live in de studio kan Joe meemaken hoe de jury bijeenkomt en uiteindelijk uit de tot dusver ingezonden cassettes de bekroning zal doen plaatsgrijpen. Dan wordt de echte eierstokkencassette bekendgemaakt. We hebben voor vandaag weer een keuze gemaakt uit deze week ingezonden cassettes. Dat was weer een hele berg. We hebben daar 5 uitgehaald die meegaan dingen tot de bekroning. Deze 5 die hier dus bij zijn, die dingen dus mee naar... Oh, wat is het, Broekema?
uitgezonden door Co Wenning uit Leeuwarden. Het gaat over hoe begin je een popgroep. Als je nog eens wat teksten nodig hebt, eventueel met muziekideeën voor je programma of andere problemen, dan kun je gerust langskomen, schrijft Co ook nog verder. Dus ja. Fijn. Tot zover Co Wenning. Dit nummer gaat over hoe een popgroep te beginnen. Het schijnt een beetje een moeizame start te zijn. En waar moet je bijvoorbeeld beginnen met zingen? Om maar eens wat te zeggen. Ik zou zeggen, nu eens, hè? Hé. Hey. Nou. Doe maar, Co, hè? Ja. Het is een snel nummertje, schrijft hij ook. Snel afgelopen, snel ritme, snelle tekst. Gaat over een popgroep beginnen, zoals ik al zei, zoals ik nog een keer zeg. En dat heeft hij gedaan met zijn opneemapparaat, staat hier uitdrukkelijk bij. Opgenomen ook met opneemapparaat. Ze vinden je geweldig. Nou, dat staat toch te bezien. Leuk. Ze vinden je zo grappig. Ze vinden je te gek. Oh, begin een popgroep. Nou, Co. Wat je doet. Ja. Vinden ze weer een goed. Je ramt op je gitaar. Doe dan. Er breekt het is niet echt rammen, Co. Je ramt op je gitaar. Ik heb je toch wel een beetje... kleine minpuntjes bij. Maar goed, we zullen dat volgende week in het juryberaad, zoals we dat gaan doen, zullen we allemaal dit soort overwegingen in onze jurering betrekken. We gaan snel over naar nummer 2, want Broekema heeft uitdrukkelijk tegen me gezegd, hij heeft bijgestaan door Jaap Knasterhuis, de volgorde is 1, 2, 3. Dan komt 4 en we besluiten met 5. En dus nu is 2 aan de beurt. Na Co Wenning heb ik hier een plaat met een heel leuk, mooi hoesje. Dat is afkomstig. Lodewijk en Diederik van Beerden uit Utrecht. Waarom zijn de wolken toch zo blauw? Nou, die zijn helemaal niet blauw. De lucht is blauw en de wolken zijn wit. Dat is al een klein foutje, toch een minpunt. Of ik geloof echt dat dit een fout is. Dit is niet. Oh. Zijn de bergen toch zo. Ja, en dat is weer een quote uit een liedje van Jules de Korte. Ja. Waarom is de zee zo. Ja. Ja. Maar wel prachtig trompet. Als jij zorgt voor de benzine, dan koop ik de serpentine. Ja, ja, en een trompet vind ik heel erg mooi. Serpentine. Wordt het hier een dolle boek? Waarom zijn de. En dat vriendelijke groeten eronder, dat hoeft niet echt hoor, want dat maakt niks uit in onze jurering. Wij luisteren zuiver op ideematige gronden. Want ik ben bij jou. Wel, dit was nummer 2. Ook in ons juryberaad betrokken. Volgende week op deze zender in Ronflonflon. Eindelijk dan toch. Zullen wij bekendmaken wie over de afgelopen periode de Eierstokken cassette gewonnen heeft. Ze schijnen er zelf nogal veel lol in te hebben. Dat is een tip. Kijk, je hebt heel vaak dat je iets maakt en dat je er zelf vreselijk veel plezier in hebt. En dat straalt er niet altijd af. Dat kan vaak averechts werken op een jurering. Ik zie Broeken maar ook alweer bedenkelijk kijken. We gaan verder met nummer 3. Zoals ingezonden. H.E.J.M. van Rooij uit Eindhoven, die stuurt dit in.
Deze nummers zijn opgenomen met behulp van een ritmedoosje en een synthesizer. Hoewel in 10 minuten opgenomen zijn de nummers van zeer goede kwaliteit en getuigen van groot talent, schrijft hij zelf. Voor nadere informatie kan ik nog bellen naar Bas Dubbelman uit de Lage Zwaluwen. We gaan er even naar luisteren. Knasterhuis vindt dit om te beginnen al heel erg mooi. Het sluit ook heel erg aan bij zijn denkwereld. En de nummers heten gewoon De Nummers. Dit heeft niet een speciale titel. Ja, Broekema spoelt iets door nu, want ik krijg er een beetje genoeg van. Maar het gaat niet. Dit is volgens mij een zeer speciale versie van de Sabeldans van Katsuturian. Daar moet ik toch even bij zeggen. Luisteraars, ik vind het wel een aardig nummer, maar het is de bedoeling om originele nummers, geen covers, in te zenden. Maar het is wel een heel aardig nummer. Draai maar lekker ondertussen aan de knop. Hoor je dat van Roy? Originele nummers inzetten, dan maak je er nog zoiets moois van. Eigen materiaal. Godverdomme. Oh, dat was ook zo. Misschien was dit een toegifje alleen. Zover H.E.J.M. van Roy uit Eindhoven. Een speciale versie van de Sabeldans van Katsuturian. Dan krijgen we nu nummer 4. Dat wil zeggen, we hebben 1, 2, 3 gehad. Dan zou dus 4 moeten komen. En het is een heel dikke envelop vol met klachten. Dat er iemand anders alweer onder de naam van Nix had ingestuurd. Wat die weer niet mocht. Gedistanceerd. Ik hoor het. Beste Sjaar uit Venlo. Komt dit. Scholengemeenschap. Wat? Of werkt Jurio niet goed? In een tent of in een woning. De klant is bij ons koning. Heb je nog een klacht? Bel ons dag en nacht. Niets is ons te gek. Wij duiken in de druk. En zwemmen in het rond in UWC. Oh shit, heet dit nummer. En het is gemaakt en gespeeld en gezongen door V. Sessink uit Venlo en J. Springers uit Velden. Slappa en Sly noemen ze zich. Het schrijf vol met hondenpoep, van dieren reet dat schokbeton. Slalom door de hopen, je kunt hier niet meer lopen. Wij zijn dan paraat en zuigen heel je nummer getiteld Oh Shit, Godverdamme. En ja, je zult het zien, wij leken heel het zaakje nog eens na. Deze hebben we uitgekozen om mee te dingen voor de Eierstokken cassette. Er stond nog een ander nummer op, een soort hard rock solo. Maar deze leek ons geschikter om mee te dingen, maakte althans meer kans. Maar nogmaals, volgende week is het... We gaan verder met nummer 5. Koos, kom van die doos. 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 Dit is een nummer ingezonden door Maf Huiberts, M.A.V. Huiberts. Zich noemende systeemanalist-programmeur te Rijswijk. Oh, die hebben ook dit groepje onder leiding van Huiberts. Die hebben ook weer allemaal covers ingezonden. Zo Heerlijk Rustig van Sonneveld. Old Lang Syne, traditional. Het derde nummer was Koos, kom van die doos. Dat is een eigen werkje. Vandaar dat dit nummer ook meedingt voor de Eierstokkerkassette. De
daarna nog de Brillen Blues. Staat ook nog op het bandje, maar daar kunnen we helaas niks mee beginnen, want we moeten ons aan onze regels houden. Anders waren het geen regels meer. En de uitdrukking dat de uitzondering een regel bevestigt, dat vind ik toch zo'n onzin. Hoe kan nou een uitzondering op een regel de regel bevestigen? Zodra er een uitzondering is, is het daarmee geen regel meer. Domme. Dat noemt zich nou systeemanalist-programmeur. Dan moet je toch weten dat iets waar is of niet waar. Fijn, tot zover de eierstokcassette. Volgende week de bekroning. En nu een plaatje. Wat net uit is. Uit Tilburg. Dat bleek nog in een plastic tas te zitten. Had iemand ingefrommeld bij het weggaan. En dat is spastic plastic uit Tilburg. Hey, hey, whatever you say. Spastic plastic. Hey, hey, whatever you say. En wil je dit groepje thuis bij je over de vloer hebben, dan moet je bellen of schrijven naar postbus 9127 5000 HC in Tilburg. Want het management is in handen van Henk van de Einden. Postbus 9127 5000 HC Tilburg. Eerdaags wordt het op een briefje gegeven. Het kan niet lang meer duren voor het zover is. Dat Nederland en België worden opgeheven. En dat is niet mis, nee dat is niet mis. Vlaanderen en Nederland tezamen, uniek. Ja, luisteraars, en in het kader van onze Belnedia-actie ga ik nu even bellen. Wie zullen we nu weer eens bellen? Bellen, bellen. Wie gaat Jacques Plafond nu weer? Nou, luister maar even. Hallo. Hallo. Hallo, ja. Met Jacques Plafond van VPRO's radioprogramma Ron, Flon, Flon. Met wie spreek ik? Met Walter Luiten. Precies, Walter Luiten. Luisteraars, u hoort het al. Walter Luiten. Wie zou het anders kunnen zijn dan Walter Luiten? Hartelijk welkom in ons programma. Het gaat hierom, meneer Luiten. U bent senator... In België van wat? Vlaamse Volksunie. Dat klinkt een beetje... Ik zal dat situeren. En wat is dat voor partij dan? Je hebt dus... Kort graag. Dit is een muziekprogramma. Het is een muziekprogramma. Fijn. Je hebt in Vlaanderen twee volkeren, dat weet je misschien. Of in België... Ja, nee, daarom bel ik juist, want laat ik meteen maar beginnen, want er wordt veel te langdradig. Kijk, ik... Er is een partij die dus eigenlijk voor zelfbestuur voor de Vlamingen. En wij hebben 30 parlementairen. En die partij heet de Volksunie, maar die heeft dus niks te maken met een partijtje van gelijke namen. Het klinkt een beetje link. Wat? Ja. Ja, maar goed. Dus, het is niet omdat sommigen onze naam stelen dat wij ervoor verantwoordelijk zijn. Hm. Ja. Nee, kijk, ik bel Joe hierom. Ja. Joe hebt vlak voor de verkiezingen in Holland. In Nederland, moet ik zeggen. Want Joe hebt het over de Hollandse politiek. Het was zelfs in Friesland. Ja. Hm. Waar slaat dat? Waar bemoeit Joe zich mee? Je bent zelf kwaad dat de Hollandse... In Den Haag weten ze... Weten de parlementariërs alles van onderdrukte volkeren in Latijns-Amerika en Azië. Maar ze vertrappen de Friezen die hun voor de voeten lopen. Moet Joe zeggen, ga je dan in België kijken wat daar niet deugt... In plaats van Joe te bemoeien met Nederland en Friesland. De pot verwijt de ketel. Ken je die uitdrukking? Dat is, ja. En Richel is een ander het gevecht van de aardepot tegen de stenen pot. Hm? Als je die uitdrukking ook kent. Ja, oké. Fijn, maar nu het volgende. Ja. Ron Flon Flon heeft een denkbeeld geopperd. Dat, bij monden van Jacques Plafond, dat ben ik. Daar praat Jo nu mee. Om België op te heffen. Dat is een oud idee. Mag ik even uitpraten nu? Ik heb Jo ook laten uitpraten. Dat was een hard gelach, maar ik heb het toch gedaan. Goed. Ja. Ja, oh, zo kan je dat ook opvatten natuurlijk, ja. Met CH. Laten we daar maar even... precies. Nee, het gaat hierom. Ben je daar nog? Ik ben er, absoluut. Ja, nee. België opsplitsen bij de taalgrens. En het noordelijk deel komt dan bij wat nu nog Nederland heet. Want Nederland wordt ook opgeheven. Maak je geen zorgen. En dat hele gebied wordt dan Belnedië. Oh. Wat vindt u daarvan? Dan is en de taalstrijd opgelost en...
We zijn in één klap van twee monarchieën af. Want Boudewijn moet dan weg en Bea Hicks. Ik heb een ander voorstel. Ook. Hè? Ja, maar wat vindt u daarvan? Oh, ik ben... Niet ik ben meteen, eerst ook luisteren naar andere denkbellen. Heb ik ook gedaan. Ik ben met het idee akkoord, maar ik zou het een andere naam geven. Nee, Friesland. Dat betekent Vlaanderen, Nederland, Friesland. Ja, dat is een naamkwestie. Ik bedoel... Dat is like Tsjechoslowakije en de Tsjechen en de Slovaken. Vlaan in Friesland. En dan omdat jij niet met, als Hollander met Friesland op tot... Ik ben een oude hugenoot. Ah, een hugenoot. Ja, ik heet Plafond. En in de tijd van de godsdienstonderdrukkingen zijn mijn voorouders... Jij moet gaan lopen voor Louis XIV. Precies. Ja, ik niet. Want ik weet ik veel. Maar ik bedoel, mijn voorouders stammen af van de hugenoten. En ik stam af van de Spanjaard van Hertog. Ja, daarom met de gezeur allemaal waar je van afstamt. Dan ga je toch niet aan de grote... Nee, het gaat er alleen maar om dat, dat België eigenlijk niet... Dat het bestaat pas sinds 1830. En zowel in Nederland, wat altijd een republiek was... En in België, wat pas in 1830 is geformeerd... Koningshuizen erop geplet. En dat moet, wij hadden gedacht dat moet pas afgelopen zijn. Waarom niet een nieuwe republiek? Republic of België. En maar, dat wordt dan het noordelijk deel... Laat me nou even! Het noordelijk deel van België. Ja. En wat nu nog Nederland heet, samengevoegd tot de nieuwe republiek België. En dat Waalse gedeelte, die kunnen ze, want die spreken toch zo graag Frans. Dan kunnen ze fijn bij Frankrijk geplet worden. Prachtig. Wat vindt u daarvan? Reageer daar eens op als senator van de... Ik zal dat doen. Ontwikkelde plan. Om te zeggen dat dit dan een gezonde vorm van echtscheiding wordt. Want in dit vers staat hoe zwaar dit Waalse wij van onze nek weegt. Hè. Zo hangt al 100, 150 jaar... Wacht even. Even overnieuw. Ja. Ik vraag even aan Jan, kan je even wat pianomuziek bij piemelen? Want Walter, ik heb hier Walter Luiten. En die gaat een gedicht voordragen. En dat is misschien wel aardig dan dat je een beetje piano bij piemelt, ja? Prachtig. Wacht even. Jan Vos rept zich nu naar de vleugel. En daar komt me eerst wat... Ik zeg wel ja als je moet invallen. Prachtig. Ja! Het is dus een dialoog tussen een buiten... Nee, meteen met het gedicht beginnen, meneer Luiten. U hebt geen verstand van showbusiness. Nee, als u net zoveel verstand van politiek heeft als van showbusiness... Nou, dan ziet het er slecht uit met de wereld. Omdat u zich ook wereldwijd wil laten gelden. Goed. Maar nu, uw gedicht, als ik ja zeg, aan het gedicht beginnen. Prachtig. En zeg maar eerst nog even van wie dat is en waarom en waar vandaan. Dat is van een Vlaams dichter, René de Klerk, die nog in Nederland gewoond heeft. En die dus blijkbaar in gesprek is met de Nederland, want het is een dialoog, dit gedicht. En het gaat als volgt. Ja, Jan weer van de piano weggelopen. Maar... Jan! Nou is Jan dus weer kwaad omdat we niet meteen met het gedicht begonnen. En het is jouw schuld. Dat hij de Brabantonnen speelt. Ja, daar komt Jan alweer aan. Jan is er alweer. Ja, hij heeft zijn jas al aan. Goed. Ik zeg ja, hè? Ja. Zo hangt dat... Nee, ik zeg ja. Jou moet niet ja. Ik zeg, begrijp dat nou toch eens een keer, meneer Luiten. Wij zijn van de Vlaamse Volksunie. Spreken, wacht even. Nou, dan komt het gedicht. Wat was het ook weer? Oh nee, dat heb ik al gevraagd. Jan! Zie je, dan gaat Jan weer weg. Ja, dat komt allemaal door jou. Bah! Zeg, ja, you, hij zit weer. Broekema houdt hem nu vast op de pianokruk gedrukt en het gaat... Nu begin als ik ja zeg, dan moet je niet. Deze ja geldt dus niet, hoor. Maar die, als ik straks dus ja. Dus, straks. Niet deze, maar. Ja. Ja. Nee! Meteen beginnen. Begint het gedicht soms met ja. Dan heb ik niks gezegd. Ja. Begint het gedicht met ja? Het gedicht begint met ja, ja. Echt waar? Ja, zo hangt al 100 jaar. Oh nee, nou ja! Zeg man. Wacht even. Shh. Ja. Wil ik nu zingen? Nee! Dan heb je ineens een piano ook niet meer nodig. Dat kan ik ook al. Zing het maar dan, ja. Ja. Zo hangt al 100 jaar dat Waalse wijf om uw nek. Het weegt zwaar. Hoe zijt gij aan die bruid geraakt? Zij had mij gek en blind gemaakt. Bracht zij iets mede? Ja, een schat, een scheef gezicht en een venijnig blad. Wat spraakt gij samen? Waals of diets? Het wijf zei alles en ik niets. En werken... Deed ik slag om slinger, het luie stuk verstak geen vinger. Zij was u trouw toch? Reeds als bruid keek zij loens naar de Fransman uit. Wat heb jij door haar gewonnen? Schulden, dit nog, ik leerde dragen en dulden. Zo had gij 150 jaar verdriet en kroost, bij haar gelukkig niet. Tenzij je dat manneke pis van Brussel zou bedoelen, hè? Als bastaardje. Maar goed, dus dat was het gedicht over het Waalse... Dat was het! Het Waalse wijf dat al 150 jaar aan onze nek hangt. Het Waalse wijf dat al 100 jaar aan onze nek hangt. Dat is een fijne uitspraak van Walter Luiten. Dat was het. Senator te Belgenland. Hartelijk dank
voor uw bijdrage. En ik ga het opheffen, dat Bellingenland. Ik kom zeker nog op deze affaire terug. Dag. Dag. En luisteraars, aansluitend op dit gesprek met de heer Luiten met een prachtig gedicht. Wat past daar beter dan Kammergurka met Weg met Boudewijn? Van de LP De Pijn van het Zijn. Jan, ga even op met piano spelen. Dit is Kammergurka. Wij zitten met een vent aan ons beeld. Elk volk dat zichzelf respecteert. Wel dat een koningin hen regeert. Weg met Boudewijn. Leven Fabiola vooruit. Vrouwenschoonschap dat kalf van de troon. Laat ik maar Gurken nou even uitzingen. Kolofon. Ik zat hier nog van alles op het programma. Die zat hier, ik zou nog zingen ook. Maar ja! Tomme. Wel, luisteraars, aan deze aflevering van Ron Flon Flon werkte mee Jan Vos. Nou Jan. Niet meer piano, niet meer naar die piano nu. Jan Vos, Janine van Elzakker, Kloes van Mechelen, Jacqueline van Bentum, Mia Berends, Harry Moelisch, Walter Luiten, David Seviel, Anita, Bert en Ernie, professor Longhair, Oscar Harris en de Roepelstars, Prince, Spastic Plastic, Kammergurka en de Vlaamse Primitieve, Techniek, Hans Knoop, productie Jan van Maas en H.J. Broekema, samenstelling Rogier Proper en Wim Schippers, presentatie Jacques Plafond. Luisteraars, en de volgende week de bekroning tot eierstokken cassette. Luisteraars, de sterreclame staat dit keer ook in het kader van Ron Flon Flon. Dat hebben we echt geannexeerd. Dus ik kondig de sterreclame aan. 1, 2, 3. En daar komt de ster. Luisteraars. Ron Flon Flon. Ron Flon Flon. En het nieuws ook. Vooruit, hoor. Trekken we er ook bij. Maar Frits Spits niet. Want die begint altijd zijn programma met zo'n vervelend mopje. Zo'n leuk actueel inhaken op het nieuws. Bah! Inmiddels begint de motregen al uit de lucht te sieperen. En kunnen de kop opsteken, de krokusjes. Het vocht opvangen om te verwerken in hun bolletje. Eet smakelijk.